Rijden bijvoorbeeld Utrecht tegen Roda JC. Twee ploegen die gaan voor het linkerrijtje. Nou, Utrecht staat daar al op een 7e plaats. Met name ook de goede uitresultaten. Het heeft daar heel veel punten gepakt in uitwedstrijden. Team van Fouke Boy. Roda JC komt dichterbij. Zou bij een overwinning vandaag weer tegen het linkerrijtje aankruipen. En zo play-offs kunnen halen. Altijd leuke wedstrijden. Bijvoorbeeld in 1987. Toen werd hij gespeeld in een na-competitie. En toen was er een Erik Willaerts. Die scoorde hem liefst 8 keer in die na-competitie. Won er 3 keer in de wedstrijd tegen de Roda JC. Toen werd het 4-2. Hij kijkt terug op die na-competitie van toen. Dat was ook weer een verhaal apart. En, er was zondagsvoetballen en daartussendoor gewoon een pilsje drinken. En, het ging allemaal prima, moet ik zeggen. Het ging fantastisch. En, eigenlijk een van de mooiste herinneringen die ik heb aan het voetballen van Utrecht. Hij is inmiddels 44 jaar oud, Erik Willaerts. En er was een moment van herkenning hier aan de tafel. De 32e ontmoeting tussen beide ploegen, tussen Utrecht en Roda JC. 16 keer werd er gewonnen door FC Utrecht, 11 keer door Roda JC. Utrecht won vorige week bij AZ en heeft toch één wijziging doorgevoerd. Ondanks het verdienstelijk optreden van Leen van Steensel zit hij vandaag weer op de bank, want Sander Keller keert terug van zijn schorsing. Bij Roda JC zijn er Cissé en Zender er niet bij vanwege een schorsing. Zij worden vervangen door Leemans en Sijs. En K staat er gewoon bij, ondanks de rode kaart van vorige week tegen Heerenveen. Wegens gebrek aan bewijs is hier vrijgesproken. U hoort Michiel Teling. Bij de laatste ontmoeting tussen deze twee ploegen in Kerkrade wist één speler van Roda al dat hij tegen zijn toekomstige werkgever speelde. Inmiddels is algemeen bekend dat Gregor van Dijk vanaf volgend seizoen speler van FC Utrecht is. Braafheid. Van den Berg heeft alle ruimte om het middenveld over te steken. Kaluwe. Voor het doel is Nelissen, is ook Ramzi. Kaluwe. Heel erg makkelijk. Gaat hij voorbij. Nelissen nog. Van den Berg met rechts. Het schot van richting verandert. En de 1-0 voor FC Utrecht. Het is de 6e minuut. En het feest is al losgebarsten in stadion Galgenwaard. Goeie actie van Tom Kaluwe. Via K nog het uitverdedigen. Nelissen krijgt hem bij Van den Berg. En die heeft heel veel geluk. Dat de bal gewoon richting wordt veranderd door La Chambre. En zo staat FC Utrecht heel vroeg in de eerste helft op 1-0. Zomers. En nu wat rust in het spel bij Roda. La Chambre. Zoeken naar Tjommer. Daar is ook Tindalli. Oh, met een te korte terugspeelbal. De bal gaat er uiteindelijk niet in, omdat Braafheid alert reageert. En omdat ook Joost Terrol lastig was. Baudor, omdat De Jong in de fout ging. Geen buitenspel voor Andres Oper. Baudor is doorgelopen en Tjommer kan 1-1 maken, omdat Terrol de bal voor zijn voeten tikt. Maar de bal wordt weer op de lijn gekeerd. Van den Berg. Ramzi. Opnieuw het zoeken naar Dave van den Berg. Verdedigende werk is van Leemans. Die een prachtige paas verstuurt op Sergio Terrol. Blijft staan. Nou, komt nu dan de gelijkmaker. Sergio met een mooie schijnbeweging. Maar ook een prima redding van Terrol. Zomers. Braafheid. Van den Berg. Wil met Sijs. Dave van den Berg bij de tweede paal. Komt Ramzi en die maakt 2-0. Omdat hij de bal prachtig tegendraads inkomt. En zo Kujovic passeert. De kansen zijn voor Roda na de 1-0. Maar Utrecht komt op 2-0. Van den Berg hoeft zijn tegenstander niet voorbij. En zijn voorzet heeft precies de juiste maat. En precies de juiste snelheid. En dan komt Ramzi de 2-0 binnen. De laatste minuten komt FC Utrecht niet meer in de problemen. Nadat het na de 1-0 even een fase van Roda moest overleven. Veel kansen voor de Limburgers, maar die werden niet benut. Oper, daar is hij relatief ongevaarlijk. Het is wel een hoekschop via Broersen. Hoekschop Baudor. Gevaarlijk indraaiend, bijna K en Sergio. Maar het is zo druk voor het doel, dus wordt het schot geblokt. Maar gaat hier uiteindelijk wel in. Van Dijk. Hij heeft de bal.
tussen al die verdedigers doorgekregen. Het schot van Sergio en daar Gregor van Dijk. En zo is Roda weer helemaal terug in de wedstrijd. Voogd kiest direct voor de lange bal. Opgepikt door Saïs. Mooie bal van Tjommer. Saïs direct doorgelopen en de kans voor Sergio. Wat een start van Roda in de tweede helft. Het is wel een hoekschop. De trap van Tjommer. Weggekopt door Ramzi. Herkansing Tjommer. Ineens zelf op doel geschoten. Knappe redding Terol. En bijna Van Dijk met zijn tweede. Daar ontsnapt FC Utrecht aan een vroege gelijkmaker in de tweede helft. Een hele slimme poging van Simon Tjommer. Die zag dat Terol een aantal meter voor zijn doellijn stond. En de kans voor Van Dijk. Tempo ligt nog altijd hoog, ook in de tweede helft. Braafheid. Nu ver op de helft van Roda. Mooie beweging. En dan vastgehouden door Tjommer. En dan duwt Braafheid Tjommer tegen de grasmat. En wat doet Blom? Geel voor Braafheid. En ook geel voor Tjommer. Daar mag Edson Braafheid niet over klagen. Eerst deze beweging, die is prima. Dan houdt Tjommer hem vast. Daarvoor komt dus geel. Een schopje na. Wellicht niet gezien door Blom. En dan hier de duw. Die ook zomaar een rode kaart op had kunnen leveren voor Braafheid. Broersen. Is nog niet op een fout te betrappen geweest. Vizelic. Bodor. En Andres Hopper met de kans. Veel dichter bij de 2-2. Is Roda in de afgelopen 20 minuten niet geweest. Op basis van de tweede helft verdient Roda de gelijkmaker wel. Nadat het in de eerste helft 4-5 grote kansen onbenut liet. Broersen. Keller. Nee, Kruis natuurlijk, maar in de voeten bij Bodor. Cristiano. En uiteindelijk het afstandsschot dat huizenhoog overgaat van Gregor van Dijk. Bodor achter de bal. Zoeken naar Vizelic, de bal blijft hangen. En de kans is er voor Lachambre. En dan uitstekend verdedigd door Braafheid. Tjommer. De laatste aanval van Roda. Braafheid. En dan fluit scheidsrechter Blom voor het einde. En zo wint FC Utrecht met 2-1. En de term zwaar bevochten is nog nooit zo op zijn plaats geweest als vanmiddag. Het is de eerste zege voor FC Utrecht in eigen huis in 2006. En het was vooral een stuk effectiever in het benutten van de kansen dan de tegenstander van vanmiddag. Roda JC. Utrecht wint met 2-1. We hebben hier wel eens hele mooie wedstrijden gespeeld. En dat we met minder achterbleven dan waar we recht op hadden. En vandaag was het een hele moeilijke wedstrijd. En ik wil niet zeggen dat we met meer eindigen dan we recht op hadden. Want ik denk dat we gewoon verdiend hebben gewonnen. Maar uiteindelijk werd het gewoon een ordinair gevecht. Maar die moet je ook wel eens winnen. En dat hebben we gelukkig gedaan. Ik denk dat we eerst helft niet goed aan de wedstrijd beginnen. Al na 5 minuten al met 1-0 achter staan. En dan loopt echter de feit aan. Wordt het heel moeilijk. Ja goed, tweede helft hebben we denk ik wel goed gespeeld. Maar ja goed, dat is weer 45 minuten te laat. De eerste helft krijgen wij denk ik 400% kansen. En schieten zij 2 keer. De eerste ging via onder de voet van Vincent door. En de tweede is gewoon een goede voorzet met een goede kopbal van Ramsey. Maar wij krijgen zelf 400% kansen. En ja, die moeten er ook in. We hebben nu bijna net zoveel punten als vorig seizoen het hele jaar. Dus wij gaan daar ook volwassener in worden. En dat moeten we vasthouden. En als je wilt plaatsen voor die play-offs, wat onze doelstelling is, dan denk ik dat we nog zeker een punt of 7, 8, 9 nodig hebben.